Jee! Alleen kreeg net de app dat het niet doorgaat straks. Dus ik baal. Maar ik voel me altijd net wat meer mens. Dat verwacht ik, zeg ik maar. Ik wil... Ja, klopt. We hebben net echt zo lekker gegeten. Goedemorgen, het is vrijdag en het is zo stil in huis. Zelf slaapt natuurlijk bij oma en ik ben natuurlijk zo gewend dat ik altijd een stemmetje hoor of dat ze een beetje door het huis rent. Ja, dat is vandaag niet en morgen ook al niet, dus ik vind het stil. Dus, maar ik heb wel lekker gebruik ervan gemaakt. Ik heb geen wekker gezet, behalve echt heel laat. Ik denk, als ik dan niet wakker ben, moet ik echt mijn bed uit mezelf halen. Daar was ik ruim voor wakker. Maar ik heb wel echt uitslapen. En ik merk het ook echt, want vaak als je dan lang slaapt, dan word je niet zo wakker. En dat heb ik wel een beetje. Ik heb er nog niet opgemaakt in mijn haar gedaan. Maar ik denk wel serrebarren. Ik wil snel... En we gaan vanmiddag weg, dus ik doe dadelijk gewoon mijn make-up en mijn haar. En voor nu ga ik eerst naar Sherry toe. Yay! En ik dacht dat het al best wel koud zou zijn. Omdat het natuurlijk over een paar dagen best wel hard kan gaan sneeuwen. Maar het is eigenlijk alles behalve koud. Ik heb het zelfs echt warm in mijn winterjas. Dus een beetje moeilijk voor te stellen dat het dadelijk dan zo verschrikkelijk koud kan gaan worden. En dat er zoveel sneeuw kan gaan vallen. Echt bizar. Maar ik hoop wel echt een sneeuwlaarzen morgen binnenkomen. Want dan kunnen we lekker de sneeuw in. Ik ben er weer! Yay! En het was super leuk. En ik ben op de Nintendo geweest bij mijn oma. Zo, we zijn weer thuis. Alleen kreeg net de app dat het niet doorgaat straks. Dus ik baal. Ik wilde helemaal haar gaan krullen en zo. Openmaken. Oh, ga je bankafschrift openmaken. Jij krijgt mijn bankafschrift, hè? Op papier. Dat krijg ik niet meer. Bij mij is alles digitaal. Dus we gaan even alle spullen opruimen. Als de logeerspulletjes, schoolspulletjes en zo. En we hebben wel besloten dat we er maar wat eten gaan halen straks. Dat we er toch zelf een feestje van maken. Ik heb maar wat make-up op mijn gezicht, hè? Want... ik had zoiets, ik doe mijn haar en mijn make-up zo meteen als we weggaan. Maar ja, het gaat natuurlijk allemaal niet door. Maar ik voel me altijd net wat meer mens. Leven, voel je het ook wel noemen. Als ik mijn gezicht gedaan heb. Dus, ik ga nu thee zetten. En ik had natuurlijk een planning gemaakt. Een korte planning voor vandaag. Ik maak altijd dagplanning een beetje. Dan een beetje een leidraad wat ik doe. Maar ja... Alles is anders zeggen dan buitenspelen. In ieder geval aan het proberen buitenspelen. Maar die is al langs 3 vriendinnetjes gegaan. Maar die zijn er allemaal niet. Dus ze is nu langs een laatste vriendje en vriendinnetje. Kijken of die thuis zijn. Het is wel sneu, want ze is heel ver met de school de afgelopen dagen gekomen. En ze moest naar het ene eentje, dat heeft ze gedaan. Dus we hebben het allemaal opgeruimd. En dan heeft ze de tijd om lekker buiten te spelen. Onverwachts. En dan is er niemand. Dus ik vind het echt sneu voor haar. Dat verwacht ik, zeg ik maar. Ik wil 1 kindermenu met crispy tenders. Ja hoor, wat moet ik daarbij drinken? Een kleine chocolademilkshake. Een kleine chocolademilkshake, ja. En dan een 3-piece menu. En wat moet ik daarbij drinken? De pasta guave. Iets ook daarbij. Nee, dank je. En mag ik in plaats van de coleslaw een halve maiskolf? Ja hoor, large menu. En ja, kan je hem go large doen? Zijn er nog iets? Nee, dat was hem. 15,50 mag ik door Rijna weer. Dank je. Had Chelsea van jouw patatjes mee eten? Nee. Oh, dat mag niet. Is het allemaal voor jezelf? Ja. Ja, je hebt honger. Ja, we waren net op tijd, hè? Want nu staat er echt een hele lange rij en er komen elke keer meer auto's aan. Ja, klopt. Ik dacht, wat ga je doen? Dankjewel.
Dankjewel, tot ziens. Zitten er 2 menu's in? Zet die tas even bij Lene, dan kan ik... Sarah... Er zit een strip bij. Ja. Zet die even netjes recht weg. Niet op Chelsea. Dit even pakken. Waarom? Waarom goed recht houden. Twee handen. Twee handen. Ja, heb je het? Goed weet? Ja. We hebben heel veel eten. Mijn grote vat. Oh, hier hebben we Sarah de kindermenu. Met appelmoes. Waar is je drinken? Heb je die meegenomen naar de gang? Mijn kippies. Boter nog. Oh, we hebben servetjes. Zo, eet smakelijk, mop. Bedankt. Ruikt lekker, hè? Ja. En je lepel is voor bij de appelmoes. Oeh, wat heb je voor speeltje? Laat me eens kijken. Een speeltje. Oh, maar, ja, maar wat heb je voor cadeautje? Drive her. Oh, wat grappig. Dit is een strip. Boek. Dat is wel heel leuk. Ik heb nog nooit. Ik vind dat Kentucky altijd wel grappige dingen erbij doet. Of een spelletje, of een tijdschriftje of zo. Leuk. We hebben net echt zo lekker gegeten. Het was fijn, hè? Ja. Nou, elke keer wilden we Kentucky en dan ging Mark het halen en dan was het zo druk in die rij. Dan kwam hij thuis met Burger King of 1 keer van de snackbar. En wij wilden dus al zo lang Kentucky. En nu hebben we het gegeten. Ja, en nu gaan we... Oh, zal ik het laten zien? Quick spelen. Quick spelen. Dit is echt heel leuk. Allebei even rollen. Wie het hoogste heeft. Ik doe rood. Mm. Oh, wit. Welke doe jij? Andere kleur. 1, 2. Ik mag beginnen. Oké, ben je er klaar voor? Nee, ik had 6 gegooid. Ik had 1. Liegen wees. 7. Ja, dat is het rotste getal wat jij kan krijgen van mij. Waarom dan? Nou, 7 is altijd in het midden van je bord. Dat wil je toch nog niet? Ja. Maar ik heb voor mezelf heb ik wel een 2 liggen. En, of nee, een 4. Of een 10, maar dat is op rood. Dus nou, deze dan maar. Jij bent. Alles sluit helemaal aan. Ik ging na het eten, of na het spel, ging Sarah naar bed brengen. En toen ging ik naar beneden, ging ik editen. En echt, ik ben nog niet klaar. En boodschapjes kan binnen. Dus kijk, ik heb hier op de grond van alles staan. En hier want dat. Dus die ga ik allemaal even opruimen. En even inzetten, denk ik ook. En dan kan ik hierna lekker relaxen. Ik heb echt letterlijk... niks boeiends meer gedaan vanavond. We hebben echt even tv gekeken. En het laatste seizoen van Modern Family staat op Netflix. Dus dat hebben we gekeken toen ze Mark naar bed gaan. Toen heb ik nog heel even tv gekeken en nu ga ik slapen. Dus ja, dat was het voor vandaag. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik hoop je morgen weer te zien. Doei doei.